dit is de geschiedenis op zwart-wit beeld en af en toe in kleur. Waar mijn vader in 1956 mee begonnen is. Het is één grote puinhoop. Wij hebben er nu voor deze documentaire nog een beetje lijn in proberen te brengen. Alles heeft hij wel geplakt, maar nooit in volgorde. Het is wel ontzettend leuk dat dit heel goed bewaard is gebleven. Mijn vader was altijd aan het filmen. Zolang ik me kan herinneren, alles wat we deden nam hij zijn filmapparaatje mee. Hij was zijn dierbaren altijd aan het filmen. Mensen waar die van hield. Bijvoorbeeld mijn moeder. Die heeft hij echt in alle standen. In, als ze een nieuwe jurk had, dan moest ze hem showen. En dan filmde hij haar. En eigenlijk door die beelden zie je hoe gek die op haar was. Een van zijn eerste filmpjes was 1956, 57. De eerste grote reis die hij maakte naar Venetië. Willeke en ik gingen mijn moeder en mijn vader uitzwaaien met de trein naar Parijs. Via Parijs, Zwitserland naar Venetië. Toen gingen we hun uitzwaaien. Mijn moeder ging ook mee, weet ik nog. Mieke Telkamp, John Jordaan, de koopman van Venetië noemden ze hem. Hij kocht alle winkels, kocht hij helemaal leeg. Ik mocht dus mee met de trein. Ja, dat was hartstikke leuk. Ja, en Wil, heerlijk, lachen, gieren, brullen. Maar ik moest er gewoon ook even uit. Want het was toch geen gemakkelijk leven met die optredens en alles klaar. 15 overhemden per week streek. Het was heel hard werken. Het was voor mijn vader een hele grote belevenis. Je ziet ook onderweg de grote vriendschap van Johnny en Willy. Hoe ze met elkaar omgingen. Het was een hele hechte groep. En ja, je ziet ook aan de beelden dat het feest is. Mijn moeder was al meegegaan. En die kon ook heel goed met Johnny. Dat zie je ook in de beelden. Hoe ze met Johnny danst. Mijn vader was niet zo'n danser. Maar Johnny wel. Die ging met iedere een dansen. Iedere dag is een feestje, als je je ogen gebruikt. We woonden op één hoog in de Vechtstraat, 18. En daar hadden we wel allebei een eigen slaapkamertje, een piepklein keukentje. En oma Henk heeft daar later van het toilet een douche bij gebouwd. En voor de rest hadden we een kamer met een schuifdeur. En een veranda waar je dan wel naar beneden kon kijken in de tuin, ja, van de buren. En zie je de nuffige bergen bleek in de maan. En op de veranda, dan deed je wel filmpjes maken met Tony en Willeke had al dat voor die spiegel als buigen. En Tony met als een beetje als hele leuke Charlie Chaplin. Van dat zij ook rookt met Wil en oom Henk. Dan is de wereld een feestzaal in een fantastisch gebouw. Dan is het leven een feestmaal en de zon een ovenschaal. Ja, heerlijke tijd. Onbezorgde tijd. Mijn vader ging toen heel goed. En de Vechtstraat, ja, er stond één auto en die was van mijn vader. Dan hadden ze nog van die witte banden hadden ze om de wielen. En ik weet nog, de eerste nacht hebben ze alle twee voor het raam gezeten om te kijken of er wel niemand aan die auto kwam. En die werd echt elke dag schoongemaakt door mijn moeder. Ja, mijn moeder had toch trouwens een schoonmaak.
Mani. Maar het, ja, dat, die straat die was leuk. Daar hebben we gebadminton en dat kon toen allemaal nog. Het was een mooie tijd. Dan filmde die ook weer met kerst. En dan gingen wij die kerstboom optuigen. Dan ging hij hem eerst kaal filmen. En dan kwamen af en toe kwamen de ballen erbij. En mijn moeder, hè, in de mooie jurk, die liep dan weer show. Kwam op de aarde en wilde altijd thuis zijn. Iedere dag is een feestje. En met oud en nieuw ook. Dus ik bakte oliebollen. En grote schalen maakte ik. Met de vogelen dat we drinken. Raak eens bevriend met een beestje. Ruik hoe het rozenblad ruikt. En Sinterklaas, ja, dat was zijn feest. Er is geen jaar voorbij gegaan. Niet voor zijn kinderen, maar ook later niet voor zijn kleinkinderen, dat hij dat zeer uitgebreid gevierd heeft. Met gedichten, altijd met schuine grappen erin, in die gedichten. Ja, Sinterklaas, ach mijn hemel. En oma Henk als Sinterklaas, de mooiste Sinterklaas die er was. En ja, daar moet ik nog vaak aan terugdenken. Dat moest een groot feest zijn en dat is het ook altijd geweest. Dat vergeet je als kind, vergeet je dat nooit. Dus vandaar ook dat we met onze kinderen dat toch wel op voortgezet hebben. Gedichten, daarom heb ik hem elk jaar met Sinterklaas, mis ik hem. Want hij zat dicht, weken van tevoren. Ja, en als je me ziet, zou je me wel kennen. Ja, dat was altijd zijn laatste zin. En dan kon hij zo verschrikkelijk lachen. Marina, Marina, Marina. Marina, Marina, Marina. Ja, de grote doorbraak kwam eigenlijk door een piloot van de KLM die plaatjes van mijn vader meenam naar Amerika. En die gaf die aan Max Stak, die had daar een radio uitzending. Hallo, hier is Max Stak. En ja, die Max Stak die had grote luisteraarschade die daar op die single reageerde. Dat werd de nummer 1 hit in Amerika. En ja, toen is het eigenlijk vanaf die tijd alleen maar steeds beter gegaan. Max Stak die was in New York als radio-correspondent van de AVRO. En die heeft Willy meegenomen en die heeft Willy door heel New York geleid. Want Willy is nooit verder dan New York gekomen. Un giorno la incontrai sola sola. Il cuore mi batteva mille all'ora, quando gli dissi che la volevo amare, mi diede. En hij werd daar gelanceerd als Italiaan. Ja, en dat was een probleem, want hij zong wel Italiaans, maar hij sprak het niet. Dus hij moest door Piet Buyshuizen, de Philips International directeur, afgeschermd worden. Ik weet nog dat hij toen uitgenodigd werd om in de Carnegie Hall te zingen met Kerstmis. Maar dat heeft hij niet gedaan. Nee, hij wilde naar huis. Na zijn grote succes in Amerika, want dat was natuurlijk hier ook in de bladen terechtgekomen. Toen stond het oude Schiphol helemaal vol op het bordes. En ook toen kon je zien hoe geliefd mijn vader was bij zijn mede-collega's. Want echt iedereen stond op Schiphol. Mijn vader werd ingehaald of het een president was. Dat was echt onvergeten. Nou, Willy, dat een groot artiest was en dat het een vedette was,
Dat kon je wel opmaken. Hij werd toen door René Sleeswijk gevraagd om in de Snippersnap-revue te komen. Nou, als je daar werd gevraagd, dan was je echt top of the bill in Nederland op dat moment. In die tijd waren natuurlijk die Italiaanse liedjes, ja, dat was in Nederland, was dat top. Alles, die hadden dat Amerika een beetje weggevaagd. De Italiaanse liedjes stonden nummer 1. En Willy was een geweldig succes in die show. En hoe goed die sfeer was, toont al aan dat ze ook samen op vakantie zijn geweest in Rome. Come prima, più di prima, t'amerò. Per la mia vita ti darò. Sembra un sogno rivederti, accarezzarti. Le tue mani fra le mani stringeri ancora. Il mio mondo, tutto il mondo sai per me. A nessuno voglio bene come a te. Ze lagen elkaar erg goed. Willy was daar niet zo'n spelletjesman. Maar dan wel weer uitgebreid over het vak en over je collega's praten. En dan konden ze uren met z'n tweeën rustig zitten ergens. En dingen uitwisselen. En weer leren van elkaar. Maar altijd met humor weer. Come prima, prima. We hebben een heel hecht gezin gehad. Met een vader met ondanks zijn drukke werkzaamheden heel veel aandacht aan zijn kinderen. Jij bent zo wijs, wat zegt een kind? Jij bent zo grijs, wat zegt een kind? Jij bent getrouwd, dat zegt een kind. Jij bent al oud, dat zegt een kind. Ja, we hadden enorm veel respect voor hem. En hij hoefde maar te kijken. Want hij heeft nog nooit zijn hand opgeheven om te slaan of zo. Maar hij hoefde alleen maar te kijken en dan hadden we al iets van, oh jee. Wij zijn streng opgevoed, doch rechtvaardig. Niet dat we werden geslagen of zo, maar mijn vader had van tevoren gezegd, zo gaat dat en zo moest dat ook. 10 uur thuis was ook 10 uur thuis. De glimlach van een kind doet je beseffen dat je leeft. De glimlach van een kind dat nog een leven voor zich heeft. Dat leven is de moeite waard. Met soms wel wat verdriet, maar met liefde, geluk en plezier in verschiet. De glimlach van een kind. Toen we op een gegeven moment met de auto naar Italië gingen, had hij op de kaart gekeken. En toen zegt hij, nou, we kunnen een heel stuk afslaan. En toen nam hij de route Napoleon. En de route Napoleon, dat is alleen maar bergie op, bergie af. En we hadden een caravan hadden we erachter en een diesel. Nou, dus dat trok voor geen meter. En toen moesten we op een gegeven moment moesten we allemaal uitstappen. Want anders kreeg hij hem niet naar boven. Oh, gosje, wat was dat? Dat zou ik ook nooit vergeten. En liep die warm en dan moesten we douwen. Mijn moeder, ja, dat was ongelooflijk. Nee, de camping vond ze niks. Nee. Afschuwelijk was het. Wat ik er leuk aan vind, dat is de gezelligheid van alle mensen. Mensen die kamperen, die zijn gezellig. En het was er zo warm. Dus ik moest in naar buiten. Nou, het was, en dan wassen. En het was voor mij geen vakantie. Maar kijk, de kinderen vonden het prachtig. Ome Henk was er altijd.
Nou, oom Henk is de ontdekker van mijn vader en later ook zeg maar de begeleider van mij. Als mijn vader werkte, dan ging hij mij af laten zwemmen of voetballen als mijn vader niet kon. Dus hij is altijd heel echt bij ons in de familie geweest. Terwijl het geen echte oom is, was oom Henk er eigenlijk altijd. Daarna gingen we naar Venetië en dat was een sprookje voor ons. Dimmi quando, 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 l'anno, il giorno e l'ore qui, forse tu mi bacerai. En dan gingen we ook met een speedboot, gingen we van zeg maar Venetië naar het Lido was dat. En dat is altijd enig om terug te kijken. Het leuke is dat je alles nog weet. Als je die beelden ziet, dat je denkt, oh ja, toen had ik dat aan en had ik die jurk aan. En dat had mijn moeder aan en mijn broertje met dat stekeltjes haar. Hij zegt altijd, hoe hebben ze me zo kunnen knippen? En ja, maar dat zijn voor mij hele dierbare beelden. Mi quando tu dimmi quando, quando, quando. Ja, hij was er natuurlijk al geweest met mijn moeder. Dus hij wist wel de plekjes wie hij ons liet zien. Of ook aan oom Henk. En mijn vader was dan altijd zoiets van, nee, we gaan daar eten, want daar heb ik toen ook gegeten. Zo kwamen we heel vaak in dezelfde restaurants of dezelfde terrasjes. Omdat mijn vader dat dan leuk vond om ook ons erin mee te laten delen. We waren dus op het St. Markenplein. En dan met al die duiven en Willeke en Tony was er dan heerlijk bij. En oom Henk, onze oom Henk. En dat was natuurlijk geweldig op dat plein. Ja, het was voor ons een droom. Waar we dus zeiden, ja, nou dat kunnen we nooit betalen om naar Italië of naar een land te gaan. Maar het is toch ons gelukt. Non ci lasceremo mai. Vanaf de periode 66-67 hebben we een hele lange periode Spanje gehad. Met name Mallorca. Palma Nova hebben we een aantal jaren gezeten. In Delfin Playa en prachtige hotels met zwembad. Wat ik me daarvan herinner is, we zaten één dag aan het zwembad en één dag aan het strand. In Palma Nova had je een skischool. En dan kregen we van mijn vader zo'n kaartje dat we weer konden lessen. En dan kan ik me nog herinneren een keer, als je dan verkeerd zat, zei hij, dat is niet goed, je zit in een poephouding. Maar ja, er waren de boten die gingen zo snel dat je dan wel eens verkeerd ging zitten, maar dat had hij ook. Dan kwam je met vreselijk veel rugpijn terug. Dan had je gewoon een verkeerde zit gehad. Maar dan moesten wij wennen aan zo'n boot. Sommige boten gaan zeg maar een toeristensnelheid, maar je had boten die gingen zo verschrikkelijk snel. En dan moest je daaraan wennen, weet je wel. Dus dan had hij altijd weer zijn woordje klaar, commentaar. En ik zal het nog wel even voordoen. Nou, tot hij zelf een keer een verkeerde houding had, dan kon hij een week niet lopen. Herinner ik me ook nog. Ik was toen, geloof ik, 700 peseta's of zo. Dat was best veel. En dat mochten we dan voor pa. Willeke was helemaal een waterrat. Want die en wilde erachteraan en dan maakte hij niet een kruisje. Ja, hartstikke leuk was dat toen al. Wat hun allemaal deden. En het kostte af en toe toch behoorlijk geld. Maar dan mochten ze weer skiën. Als het te warm werd, dan ging je zwemmen. En dan gingen we kijken naar mijn vader, die buitengewoon een goede zwemmer was. En dan ging hij weer salto's voordoen op de duikplank. En dan moesten wij dat weer nadoen. Dus dan kwam je de eerste keer een paar keer verkeerd terecht. En dan zei hij, klootzak, je bent helemaal rood. En dan gingen we dat net zo lang oefenen, tot we dat ook konden, zoals hij dat deed. Als hij maar kon zwemmen. En hij had natuurlijk ongelooflijk veel lucht, veel adem. En dan dook hij en dan kon hij dat zwembad zo twee keren heen en weer kon hij zwemmen. En dat,
Ja, dat vond hij heerlijk. Willeke was populair hoor, aan het zwembad. Daar hingen altijd vele jongens onderheen. Die met de meisjes zwommen en doen. En mijn vader maar kijken tussen het kaarten door, waar zijn dochter uithing. Ja, ja. Nou ja, ik werd ook wel eens verliefd op... Dat was ook in Palma Nova. Ja, dat vond mijn vader helemaal niks. Nee, want mijn vader die vond eigenlijk nooit iemand leuk. Bij terugkomst dan had hij de gewoonte om... dan kwamen wij natuurlijk over de Bellagebrug terug in die tijd. Nee, want die nieuwe brug was er nog niet. Dus we kwamen dan eigenlijk vlak langs ons huis. En reden dan eerst naar de Jordaan. Even een rondje Westertoren, zei hij dan. En dan pas gingen we naar huis uitladen. Hij ging ook niet ons eerst afzetten. Hij vond dat bij de reis hoorde. De Westertoren zien, nou zijn we thuis. Nou kan ik weer verder leven. En dan was hij op zijn gemak. En dan ging zijn leventje weer door. Maar hij moest dat even weer... dat gevoel van Amsterdam hebben. Ik ben er als kindje geboren. Johnny Jordaan en mijn vader, die waren, die kwamen eigenlijk uit één gezin. Maar aan de andere kant waren ze ook heel verschillend. Want Johnny die was veel meer... kwam naar buiten met zijn gevoelens. En mijn vader deed dat veel meer met zijn liedjes. Aan de voet van die mooie Wester heb ik vaak in gedachten gestaan. Ik heb er dikwijls staan te dromen van die mooie, die fijne Jordaan. En als die twee mensen gingen zingen, ja, dan kreeg je toch kippenvel. En die gingen automatisch, natuurlijk zongen ze een tweede stem erbij. Of Johnny of Willy, het lag net in welke toonsoort. En dat werd ook nooit gerepeteerd, dat schudden ze zo uit de mouw. Dat heeft natuurlijk toch met de Amsterdamse cultuur te maken, met de Jordaan. Zo waren ze waarschijnlijk opgevoed. Dat zo muzikaal, dat ging altijd vanzelf. Daar zal ik ze van jou vertellen. Van die mooie, die fijne Jordaan. Ja, het was een heerlijke man. Echt. En samen was het toch uniek. Met elkaar. Ene trap vertalen met een bonte treintje. Zo eerlijk de samentje van je Riels eentje. O, het is een wille kwametje van je zo te zijn in de maneschijn. Waarom doe je nou dat nukkig, maar me toch een keer gelukkig, want ik hou ze met jou. Au, au, improviso kan van me. Solidando accanto a me, il mio frondo accanto a me. Quando, 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 sorridendo accanto a me, sorridendo accanto a me. Mijn vader had natuurlijk heel veel bekende collega's, maar... hij had maar een paar vrienden. En dat was Teun Eijk. En Teun, zei hij altijd. En als hij een drankje te veel op had, zei Teun tegen hem... Zeg eens Teun. En dan zei hij, Teun. Dan wisten wij altijd dat hij dan een drankje te veel op had. En Teun was een echte vriend. Dat was echt, dat waren twee, ja, echt twee kameraden. Nou, die komt een beetje heel bekend voor, hè? Intro van Winnie en Willeke Alberti. Duizenden keren gespeeld. Ik kan het zelfs even laten zien, want ik ben met die mensen over de hele wereld geweest. Ook in Winschoten, Appingedam, maar in Sydney, in San Francisco. Kijk, dit was, dat noemden ze toen de Gouden Ploeg. Met Fred Kaps, wereldkampioen goochelen, Jan Blazer. Willy wil ik al Betty. Jij en ik. Ik en jij. Jij hoort bij mij. Als mij bij lente.
als rijs bij krenten, als chloris bij roos. Jij hoort bij mij, als zout bij pommel, stiefbeen bij rommel, als samfort bij moos. Ik hoor bij jou, als plan bij zoentje, sint bij kapoentje, als bolle bij boos. Ik laat me nooit drinken, blijf altijd jij en ik. Jij hoort bij mij. Het was voor ons natuurlijk een belevenis als je nooit in Amerika bent geweest. En je moet ineens in Las Vegas werken of in San Francisco. Ongeacht waar. Je hebt niet zo'n reclamelach, met tanden wit als hagelslag. Je smeert geen smurrie in je haar, maar niemand krijgt ons uit elkaar. Jij en ik. Ik en jij. Maar dat tournee dat wij gemaakt hebben, dat was één groot feest. En ook mensen die, ze noemden dat de Gouden Ploeg, hè. Zo'n man als Jan Blazer. Ook een onderschatte man, maar een geweldige conferencier. Fred Kaps, wereldkampioen goochelen. En ja, daar, dat was een geweldig tournee. Zich ook bij paardje, als Danny bij Kees. Ik laat me nooit schrikken, blijf altijd jij en ik. Jij hoort bij mij. Ik denk dat Teun een van ze, niet alleen de begeleider, wie hem het langst op de piano heeft begeleid, maar ook qua vriendschap was hij zo dierbaar. Teun was ook een van de weinigen die eerlijk tegen mijn vader kon zijn en ook dingen zijn waar mijn vader over moest nadenken. Dingen terecht zeggen van dat doe je zus of dat doe je zo. En dat was mijn vader waarschijnlijk niet gewend, omdat hij dat altijd naar anderen deed. En ik denk dat daar ook het grote respect voor elkaar is ontstaan. Gewoon weg van je stuk als je het ziet, dat pril geluk. Hij vreet me hele jas kapot, alleen voor haar die dot van de mot. Ik noem haar Charlotte en hem noem ik Bas. Die dotte van motte in mijn oude jas. Ik voelde me eerst een beetje belacht. Ik dacht eens net of er wat om me knacht. Maar toen kreeg ik die gaten in de gaten. Tom Manders in het begin, ik herinner mij het eerste optreden op televisie van mijn vader. Mijn vader speelde eerst Dolphy Salafie, dat was een schooier naast Doris. Bij de marine. Mijn vader is daar ook eigenlijk, daar is zijn populariteit toen begonnen. Hij deed toen op de Brommer. Op de motorfiets kan ik me herinneren, daar zong hij Come Prima. Come prima, più di prima t'amerò. Per la vita, la mia vita ti darò. Sembra un sogno rivederti, accarezzarti. Le tue mani fra le mani stringere ancora. Il mio mondo, tutto il mondo sai per me. Wij gingen vaak naar hem toe. We hebben ook geslapen bij Tom. En dan had hij die hei. En dan gingen we met die hond zo leuk wandelen. En gewoon heerlijk met de kinderen. Met Tom. En die verhalen van Tom met Wil. Ja, zalig. En dan mochten we in die auto, in die hoesbij, op vier wielen, mochten we dus rijden. Die man was zo'n grootheid. In mijn hoestbui op vier wielen en de politie op mijn hielen. Rij ik dagelijks kielen door het verkeer. Niet bepaald als een heer, maar meer als een wilde beer. Rij ik onvervaard de straten op en neer. En de verkeersagent bij ons op de hoek. Rij ik elke keer de vouwen uit zijn broek. Thank you.
gingen naar Parijs. En dat zie je, dan gaan we dus in het vliegtuig. En toen zijn we... En alles was geregeld. Ja, hij wilde alles weten van het vak. Of het nou over licht of geluid ging. Dan ging hij met mijn moeder naar Parijs. En dan ging hij naar Jacques Brel kijken. Edith Piaf. Echt Edith Piaf. En die was dus in de glorie tijd. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Maar Edith Piaf hebben we handtekening gekregen. En die heb zo geweldig gezongen. Ja, hij vond Edith Piaf, dat vond hij echt zo'n vakvrouw. Er stond zo'n dynamiek op het podium. En dat sprak mijn vader enorm aan. Paris sera toujours Paris, la plus belle ville du monde, malgré l'obscurité profonde. Ja, mijn vader had natuurlijk een hele brede smaak van muziek, dus we hadden ook een zeer uitgebreide collectie thuis. En als hij dan platen hoorde, dan wilde hij zien hoe die man bewoog en wat voor techniek die had of hoe zijn ademhaling was. Paris sera toujours Paris. En ja, daar leerde hij weer van. Al was het maar een manier van buigen of hoe lang je moest blijven wachten voordat het doek weer open en af ging. Dus daar was hij een meester in om zoveel doekjes te krijgen. Dus hoe meer doekjes, hoe meer aanzien je hebt. Dus dat is een kwestie van kijken naar de grootte, hoe ze dat doen. En dat bracht hij dan in Nederland in praktijk. Want het is toch geweldig dat je in Parijs bent en met de vliegtuig. Dat je daar naartoe gaat. En we hadden een prachtig hotel. Het is toch, ja, een droom. Snabbeltour, ja. Daar heb ik ook meegemaakt natuurlijk. Al als klein meisje zat ik in de coulissen naar al die collega's te kijken. En van iedereen pikte je wel wat. Maar daar heb ik natuurlijk allemaal mee mogen maken. De Wana's. Mijn hemel, wat een prachtmannen. Rita Corita. En dat was ook zo'n leuke vrouw. De snabbeltour was natuurlijk een unieke periode. Het allerleukste was natuurlijk dat je wist nooit met wie je moest werken. Ik was dan de pianist. Ik moest repeteren van 7 uur tot 8 uur 's avonds. En er zat een zanger bij, er zat acrobaten bij. En dan moest je dat hele programma in je hoofd stampen. En om 7:15 begon de voorstelling. En in de kleedkamers werd natuurlijk, hoorde je vaak als je pianist, dat er ontzaglijk werd gelachen. En we hebben ook wel eens een keertje gehad dat er ineens gigantische rook gordijnen op het toneel kwam. We hadden de Blue Diamonds, die hadden beloofd saté's te maken in de kleedkamers. Maar de hele zaal die zat blauw natuurlijk. En het was altijd een... Kijk, je moest ook met elkaar meerijden. En wat daar eigenlijk uit voortgekomen is, je kende elkaar op den duur zo goed, dat ik nu met al die mensen met wie ik toen gewerkt heb, de meeste heb ik nog steeds contact. Hè? Dus van de week nog even Toby Ricks gebeld, die 85 jaar werd. Omdat je elkaar zo... Het wordt familie van elkaar. Wat een
geluk dat ik een stukje van de wereld ben. Dat ik de wijsjes van de zeisjes en de wereld ken. En dat ik mee mag doen met al wat leeft. En mee mag ademen met al wat adem heeft. Het moet een geweldige tijd zijn geweest, ook voor die artiesten, om in die snabbeltour, die bestaat helemaal niet meer, die snabbeltour, dat is helemaal weg. Dat was echt het vak leren, als je daarin mee kon doen, dan kon je je ontwikkelen, omdat je van elkaar zoveel kon leren. Ik ben een echte Jordanees, ik kom uit de Jordaan. Daar komt uw aan mijn stem en staat het u niet aan. Hoe houdt die man zo van zijn vak dat hij 's middags om 3 uur wegging en zingend? En dan denken wij, nou, dan moet je toch wel van je vak houden. Ja, mijn vader was zeer sportief en overal werd gevoetbald en altijd voor geld op te halen, weer voor goede doelen. Of dat nou voor de Witte Bedjes was of voor een of andere stichting. Mijn vader die speelde in een elftal. Ja, daar zaten toch wel mensen die heel beroemd waren, want er kwamen echt duizenden mensen op af. Als je dat ziet op het Olympiaplein en ook in het Ajaxstadion, de voorwedstrijd bij Ajax. Ja, er werd dan gecollecteerd en daar was hij ook apetrots dat er zoveel geld werd ingehaald. En daar speelde dan de artiesten uit die periode. Het waren hele leuke wedstrijden om te kijken. En dat vond hij heerlijk om te doen. Ook dat was weer een uitlaatklep. Ja, skelteren. Je kon mijn vader altijd bellen als er een goed doel was. En dan gingen weer voor skelterwedstrijden officieel. Dan reden weer artiesten tegen elkaar. Anneke of Rita Reis tegen Willy Alberti. En zo werden er weer foto's gemaakt om maar publiek te trekken. Mijn vader vond het prachtig om in zo'n skelter. Mijn vader is altijd een kwaai jongen geweest. Die vond het allemaal leuk om te doen. En het ging natuurlijk vrij hard. Dus dat was, hij durfde veel. Hij was niet erg schouw bang voor. Nee. Want het ging best hard, hoor, die skelters. Ik heb er zelf in gezeten, maar het ging bloedhard. Want het is het leven dat ik leef. Het was zo dat we hadden in de Olympisch Stadion hadden we altijd de revanches van de wereldkampioenschappen. Dat was altijd een week later. En dat zat echt helemaal vol in het Olympisch Stadion. En ook daar had je weer voorwedstrijden van artiesten. En dan had je toen de tijd Pipo, Eddy Carmee. En die reed dan tegen mijn vader. Maar Eddy was een hele goede wielrenner geweest. En ze hadden zijn remmetjes hadden ze op het wiel dichtgedraaid. Dat had de mechanicien van Peter gedaan. En dan reed hij tegen mijn vader en dan zag hij de rook van zijn wieltjes afkomen, want hij trapte door de remmetjes heen. En dan kon mijn vader net winnen en dan zei hij, ik begrijp het niet. En dan ging hij protesten indienen en zo. Maar ja, dat was natuurlijk allemaal in scène gezet, maar dat waren natuurlijk heerlijke avonden. En Willy is natuurlijk ook nog eens een keer, dat mogen we niet vergeten, ploegleider geweest. En hij is ploegleider geweest bij de ploeg van Peter Post. En Peter was toen Parijs-Roubaix gewonnen en die ging de Ronde van Nederland rijden. En er was, ik kan het nu wel zeggen, er was een firma en die bestaat niet meer. Rijnbende was iets, had met Geneve te maken. En daar was de ploeg Peter Post en in die ploeg zat ook Wim van Est, die zijn nadaar. En Willy was ploegleider, maar die wist niets van wielrennen. Maar Peter had gezegd, joh, je blijft bij mij, wat er ook gebeurt, ik zeg wat er gebeurt. Je blijft bij mij en verder niets. En met die andere heb je niets te maken. En dan kom je er geweldig mee. Maar Wim van Est, die was gewoon de sterkste. En die kon die Ronde van Nederland makkelijk winnen. Nou was het zo dat de laatste renner die lek kreeg, die kreeg altijd van de laatste auto een bandje. Maar mijn vader heeft Wim van Est gemist. En die laatste auto, dat was de concurrent, die reed Wim van Est bijna omver. En hij bleef langs de weg staan zonder band. Mijn vader hoorde dat veel later en moest toen terugrijden om Wim van Est alsnog een band te steken. Maar het was te laat, dus die kwam veel te laat binnen. En dat was de slotronde en mijn vader kreeg toen een volle vuistslag in zijn gezicht van Wim van Est.
En mijn vader zei, oké, dan wil ik geen ploegrijder meer zijn. En later zei Wim van Es tegen mij, manneke, ik heb zo'n spijt gehad dat ik die Willy... Maar later zijn het, en Willy heeft er ook begrip voor gekregen, maar het zijn hele goede vrienden geworden. Maar dat was, maar Willy en Betty wilden nooit meer ploegleider worden. En, dames en heren, dan doe ik nog een paar duetjes met de dochter. Dag mevrouw, dag meneer, nou daar zijn we dan weer. Op vrijdagavond, een gezellig idee, wij hier met z'n twee. Het was niet alleen een fantastische collega, want ja, ik heb met veel mensen gewerkt, maar zoals ik met mijn vader werkte, hij keek mij nooit aan, hè? Dat kon hij niet. En één keer toen hij me wel aankeek, toen zag ik de tranen in zijn ogen. Hij vond het zo lekker om samen te werken. Op hetzelfde ogenblik bemerkte ik dadelijk volstrekt, ik heb je droom verstoord. Het spannendste moment wanneer je heel dicht bij me bent, weet ik geen enkel woord. Zou heel veel willen zeggen om je duidelijk uit te leggen hoeveel ik droom over jou. En ja, dat zijn ook van die momenten die je dan gewoon terug mag zien. Wie heeft dat? Wie kan zijn vader of zijn moeder terugzien die er niet meer is? En soms word ik heel vrolijk als ik hem zie. Maar er kunnen ook momenten zijn dat als ik hem zie, dat ik ineens in snikken uitbarst. Ik kan me herinneren een optreden in de toyshop, waar voor de eerste keer niet mijn vader aan het slot stond, maar Hazes. Maar dat heeft mijn vader zelf zo gecreëerd. Hazes was toen gewoon op dat moment met zoveel hits aan de top, dat je kon mijn vader daar niet laten afsluiten. Toyshop was een van de clubs waar, ik geloof dat er 1000 man in mochten, maar er gingen er altijd 2000 in, omdat ze allerlei deuren openden aan de zijkant. Dus het was toch wel best gevaarlijk, met weinig escape route. Er was geen airco, dus het was bloedheet. Dus... Mijn vader had gevraagd of iemand dat wilde filmen. Maar hij vond het best een uitdaging. En hij was verbaasd in het begin dat ook de jeugd zijn liedjes mee gingen zingen. Je moet je voorstellen, het is publiek die voor Hazes komt. Maar ze staan alle liedjes van mijn vader mee te zingen. Dat zie je op de tape. Dus dat was voor hem weer een geweldige kick. En daar ging mijn vader ook echt voor. Hoor. Je kan ook zien op de band dat hij niet voor 100, maar voor 150% zich inzet. Om echt het onderste uit de kant te halen. Wat heerlijk. Dat hij zo een stem. En zo in de perfectie. Dat warme, net als dat Italiaanse. Ik bedoel, dat moet je hebben. Torna, mania te vede. Che torna.
operaplaat van Willy Alberti, dat vind ik een van de hoogtepunten van de Nederlandse muziekgeschiedenis. Schrik niet. En niemand weet bijna hoe fantastisch dat hij dat heeft gezongen in zo'n korte tijd als niet-operazanger. Als je dat buitenlanders laat horen, of de echte operakenners, dan zeggen ze, wie is dat? Bijna tegen Pavarotti aan, schrik niet. Ja. Ik herinner mij dat die plaat nog niet zo lang uit was, dat mijn oma 80 werd. Dat werd gevierd bij een van mijn tantes in de Roomtuintjes, waar weer vele broers en zusters aanwezig waren. En ja, buiten natuurlijk dat mijn oma in de belangstelling stond, want ze werd 80 met een grote taart en feest. En hebben we toen met een videocamera vastgelegd hoe hij met zijn eigen plaat ging meezingen. Maar het ook heerlijk vond dat soms een broer of een zuster daarbij aansloot. En ja, zo hebben we die plaat geloof ik 3-4 keer gedraaid. Wat ik je zeggen wou, tararoera. Ik hou van jou, ik hou van jou, ik hou van jou. Die videocamera maar aan laten staan. En daar zijn ja, heel ontroerende beelden. Met name ook dat je ziet hoe leuk hij het vindt om duetten te doen met zijn zuster en met zijn broer. En daar zaten ook hele goede stemmen bij hoor, vergis je niet. Ook zijn broers en zusters konden stuk voor stuk allemaal goed zingen. Met dan met minder lef of ze moesten eerst wat drinken om eroverheen te komen. Nou, en er was genoeg bier, dus dat, op een gegeven moment ging dat ook gebeuren. Maar je ziet op die film hoe hij geniet en hoe die zijn moeder erbij neemt. En ja, dat zijn de mooiste momenten waar mijn vader ontroerd raakt. Dat hij ook ziet hoe zijn broers en zusters hem waarderen. En ja, het was ook een heel ontroerde dag. Heel mooi. Willy werd ziek en zijn eind, ja, dat ging toch sneller dan we allemaal verwacht hadden natuurlijk. En ja, maar het was, ja, Willy was niet, en het is veel te snel gegaan eigenlijk. En ja, dramatisch dat zo'n artiest op zo'n jonge leeftijd het al moet opgeven natuurlijk. Ovunque sei, s'ascolterai. Accanto a te mi troverai. Shock was het, shock. Was niet zo leuk. Überhaupt was het voor Willeke en mij allebei een hele grote klap. En in het begin denk je van, ja, daar moet je overheen groeien. En ja, ik ging toen carrière maken bij Joop. En ja, je denkt altijd, god, had hij dat nog maar meegemaakt. Eigenlijk dacht ik, het wordt steeds minder. Maar eigenlijk wordt het, hoe langer je gaat, steeds erger. Omdat je dat contact niet hebt. Mi riverai.
dedicato a te. Hij heeft echt zo'n fantastisch leven gehad. Het is maar heel kort. Maar ja, als je 58 jaar maar mag worden. En je ziet dat hij eigenlijk zo'n mooi leven gehad heeft. Dat zou niks voor hem geweest zijn om in een rolstoel te zitten. Het zou niks voor hem geweest zijn als hij niet meer kon zijn wie die was. En eigenlijk was dat het laatste jaar van zijn leven was dat ook zo. Dat hij niet eens meer herkend werd doordat hij zo was afgevallen. En ja, dat deed hem pijn. Ik vind zijn mooiste nummer Il Nostro Concerto. Het concert van het leven. Dat past ook heel goed bij hem.